De Nederlandse ambassade in Suriname wil de bewustwording over vrije meningsuiting helpen vergroten. Dit haalde de Nederlandse ambassadeur Walter Oostelbos afgelopen dinsdag aan voor de aanvang van de filmvertoning The Killing of a Journalist in het Self-Reliance Auditorium. In het kader van de Internationale Mensenrechtendag, die op 10 december is herdacht, heeft de ambassade diverse activiteiten ontplooid om aandacht te besteden aan de rechten van de mens. Op 10 december hebben we gevierd het 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 19 daarvan gaat over persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. En dat is voor Nederland een heel groot goed. En wij gebruiken deze periode om wereldwijd aandacht te geven dit jaar aan die vrijheid van meningsuiting. De titel van de film is The Killing of a Journalist. En dat is een waar gebeurd verhaal. Het is een documentaire over een journalist die onderzoek doet naar misstanden in Slowakije. En die daarvoor de prijs moet betalen met het leven. Kijk, normaal zou je denken dat dat in andere landen dan Europa voorkomt. Maar dit speelt zich dus af in Europa. Dus ook in landen in Europa staat die persvrijheid nog altijd onder druk. Die vrijheid van meningsuiting kunnen mensen niet zeggen en schrijven wat ze willen. We hebben ook een soortgelijk geval in Malta gezien. Daar is ook nog altijd een onderzoek gaande. Maar ook in Nederland heeft de journalist Peter R. de Vries met zijn leven moeten betalen voor zijn journalistieke werk. Oostelbos zegt dat in een vrije democratie alles gezegd en geschreven moet kunnen worden. In Nederland wordt hieraan volgens hem veel waarde gehecht. Kijk, de pen is sommige mensen vinden machtiger dan het zwaard. Maar dat betekent niet dat je de pen met het zwaard moet bestrijden. En het is heel erg belangrijk dat je journalisten hebt die de misstanden in een land aan de kaak kunnen stellen. Maar ook de positieve dingen, hè, want laten we wel zijn, er zijn ook heel veel positieve dingen te melden, ook door journalisten. Maar wij zijn van mening dat in een democratie, in een land waar de rechtsorde goed is geregeld, dat journalisten, maar eigenlijk ook schrijvers en filmmakers, dat die hun product moeten kunnen leveren zonder dat ze daar enig risico bij lopen. Ambassadeur Oostelbos benadrukt dat elke journalist gewaardeerd moet worden naar zijn professionele capaciteiten. Hij geeft mee dat als iemand vindt dat een journalist verkeerde dingen schrijft, er daarop gereageerd kan worden door een ingezonden brief via andere media. Ook stelt hij voor dat degene kan schakelen naar een andere nieuwssite of krant. Hij benadrukt dat het gebruiken van geweld tegen journalisten niet de oplossing is.